Dat kwam er tegen. Nee, zo goed. Zo goed. Ziet het cursus gehad en daarin stond stilte moet je niet vragen, maar moet je krijgen. En het gebeurde ook nog, dus Ad, Tineke, welkom. En de rest van de familie ook, groot en kleinkinderen, Wij hebben een kleine afscheidsbijeenkomst georganiseerd. En ik denk, klein is het woord, maar ja, als je 30 jaar hier aan school verbonden bent, dan kan het eigenlijk niet groot genoeg zijn, maar op wens van Ad ook houden wij het binnen onze eigen groep, informeel, zoveel mogelijk. En dat doen wij ook. Ik zal ook niet veel zeggen, ik ben vandaag de ceremoniemeester en ik zal wat mensen aankondigen die hier wel wat voorbereid hebben. Er staat wat te gebeuren. Het komende uur schat ik in.
En daarna hebben we nog de kans om wat gezellig met elkaar te praten en nog wat informeel contact te hebben. Zo zal het ongeveer in elkaar zitten. Groeperingen zitten niet bij toeval bij elkaar, zie je. Daar zijn ook nog bepaalde ideeën uit te halen. Maar dat zul je allemaal merken al. En dat komt vanzelf. Ik geef het woord aan de rector. Een aanhang. Dat is niet kwalificerend bedoeld, maar om toch een helder onderscheid te maken tussen de rechter en de zijlijnen. Het nemen van afscheid is op zich al een probleem voor mensen over het algemeen. Het gebeurt in jouw geval, Ad, op een dag waarop collega's van ons, laat ik mij uitdrukken in de professie die ons allen eigen is van huis uit. Collega's van ons staken. Staken. En staken is een uiterste middel dat groepen hanteren om naar hun oordeel gerechtvaardigde wensen kracht bij te zetten. Het is bij wet geregeld en het is iets wat in het onderwijs langdurig afwezig is geweest. Het grootste deel van jouw carrière heeft het stakingsrecht ons nooit bereikt, maar de laatste 10 jaar, 8 jaar, is dat inmiddels toch wat een normaal grondrecht is van mensen, is ook tot onze soort gekomen. En u kunt er twee conclusies aan verbinden. Of wij zijn lange tijd te chic geweest om ons te verlagen tot proletarische middelen zoals daar zijn, de staking. Of de situatie is inmiddels zo ernstig dat het maar goed is dat er eindelijk ook gestaakt wordt. En het is niet, denk ik, aan mij om daarover in historisch perspectief verstandige dingen te zeggen. Want toen jij in dienst trad van het kerkbestuur van de parochie Heilige Jozef Werkman, ook het begrip werkman, dat zou een mens vandaag de dag eens moeten uitleggen aan brugklassers. Misschien heb je dat wel eens gedaan. Ik voorspel dat de gemiddelde brugklasser geen enkele associatie heeft bij het begrip werkman. Maar in ieder geval in 1965 trad jij in dienst bij dat kerkbestuur. En voor de heidenen onder ons, dat is een parochie in Veldhoven. In de nieuwbouw, toenmalige nieuwbouwwijk Dekker. En Ad startte daar zijn carrière als leraar aan het basisonderwijs, het lager onderwijs. Al daar, het lager onderwijs. Maar goed, toen werd er niet gestaakt en nu wordt er wel gestaakt. Onze werkgever heeft mij bevolen mij in het publiek niet uit te laten over mijn standpunt rondom de staking. Dus op mijn publiek doe ik dat niet, maar hier zijn we onder elkaar, dus dat kan wel. En ik steun tenminste de gedachten, de filosofie, de ideeën die onder de staking liggen. Omdat niet zozeer die financiële dimensies, alhoewel er ook nog interessante dingen over te zeggen zijn, maar er langzamerhand toch een situatie is ontstaan dat onze soort niet tot een tweede rangs of derde rangs groepering is verworden, gelukkig niet. Wij zijn de cultuuroverdragers, wij zijn degene die beroepsvoorbereiding plegen en dat doet verder, denk ik, niemand op een zo gekwalificeerde en ook academische manier. Maar tegelijkertijd is het zo dat de belangstelling, dat de samenleving ervoor gezorgd heeft dat de belangstelling voor ons vak tot een dusdanig niveau is teruggebracht. Dat de belangstelling voor het studeren aan lerarenopleidingen tot een dusdanig minimumniveau is teruggebracht, dat het waarachtig wel tijd wordt dat er rondom de arbeidsvoorwaarden van onze soort iets gebeurt. En of dat dan in de sfeer van de salarisverbeteringen, er zijn categorieën leraren, jongere leraren, die dat heel erg hard verdienen, denk ik, en in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Waarom wijd ik nu toch zo lang uit over die staking? Omdat ik me tegelijkertijd tot tolk zou willen maken van de gedachte dat ik mag hopen dat op termijn, wellicht als gevolg van stakingen, er weer leraren van jouw kaliber binnenkomen. Als je hier op school, want ook daarin past mijn enige bescheidenheid, omdat ik van die vele jaren waarin jij werkzaam geweest bent, er niet actief althans, er niet zoveel heb mogen meemaken. Overigens, toen jij begon, had ik weliswaar de lagere school had verlaten, maar toch nog niet zo verschrikkelijk lang. Met een beetje pech had ik ook nog oud-leerling van je kunnen zijn,
dus dat brengt geluk. Dan moet ik nog meer bescheidenheid. En wellicht een beetje pech, precies. Maar ik mag toch hopen dat datgene wat hier binnen school door collega's gezegd wordt als men over jou spreekt, een onderwijsmens in hart en nieren. Binnen zijn vak, binnen zijn professie, een onderwijsmens in hart en nieren. En aan die soort dreigt het langzamerhand te gaan ontbreken. Niet dat ik iets dat ik afbreuk wil doen aan onze jonge collega's, maar we hebben er te weinig. En een school, zoals dat geldt bij de leerlingen, dat we 12-jarigen en 18-jarigen in huis hebben, waarbij de 12-jarigen onder andere leren door te kijken naar de 18-jarigen, dat geldt ook in een docentenkoor. Oude docenten zijn er toch meer de leerling en de vermaak van jongeren. Maar die jongeren moeten er dan wel zijn. En er is een kans aan het ontstaan in ons koor voor wat betreft de leeftijdsverbouw. Dus als de staking ook een bijdrage is om mensen van jouw soort op termijn weer binnen te krijgen, dan ben ik daar in ieder geval heel erg gelukkig mee. Jij wordt door de collega's van MAVO Koningshof in eerste instantie en al ras ook van het Anton beschouwd als een gezaghebbend collega. En die zijn er niet veel, want onze soort is ook buitengewoon eigenwijs. En we moeten vooral ook zo houden, waarbij wij allen voortdurend denken dat we het zelf goed weten en sommigen misschien iets beter, maar dat is toch zeer twijfelachtig. Want als we de kans krijgen, zullen we zelf degenen die het beter menen te weten, bij tijd en wijle toch onderuit halen. Omdat we het zelf gewoon beter weten. En als dan, gegeven die attitude die volgens mij 99% van ons heeft, en ook zo zijn voordelen kent, als dan vervolgens toch gezegd wordt, hij is een van de, in het slecht Nederlands, opinion leaders, want sinds het dicteren van de week geloof ik dat ook weer, hè? Alles wat ze elders uitgevonden hebben, toch ook in onze taal gebruikt mag worden. Wel nu, dat is ontwikkeling, dus het zij zo. Maar je hebt gehoord, kennelijk, en ik heb daar toch ook wel enige ervaring inmiddels mee, toch een van de opinion leaders. We zullen je in dat opzicht missen. Ik dank je in dat opzicht, in het bijzonder voor de rol die je vervuld hebt voor, tijdens en na de fusie. Enfin, daar zouden we langdurig, we hebben dat ook wel eens gedaan, langduriger over kunnen spreken. En dat geldt voor velen in deze kamer op dit moment. Het was allemaal al lastig genoeg, dus laten we dat niet allemaal nog eens boven tafel halen. Maar je hebt daar een hele vitale rol in vervuld, Ad. Waarvoor dank. Want we zijn er nog langer niet, maar als er niet dat soort collega's hadden rondgelopen, zo in 94, 95, 96 zoals jij, dan zou het hier op de locht nog veel ingewikkelder geweest zijn. Je behoort ook tot de collega's die in de tijd, zeg maar vanaf 1 januari 1969, want toen ben je begonnen op MAVO Koningshof, tot de laatste jaren voor de fusie, behoorde tot het crème de la crème in het leraarschap op MAVO Koningshof. En dan bedoel ik niet zozeer die opinion leaders rol, maar de klus, de verantwoordelijkheid, de taak zoals je hem altijd op je genomen hebt. Henk van Doornmalen heeft daar prachtige dingen over geschreven, vind ik, een paar weken geleden in een van onze leugenaartjes. Maar er stonden toch vele waarheden in, omdat je het leraarsambt hebt uitgeoefend in zijn volheid. En dat heeft betrekking en op de begeleiding van leerlingen, en op ze voorbereiden op een gekwalificeerd examenprogramma, en al datgene wat daaromheen in de sociale of culturele zin van het woord bij je school past. En daar ben je alle jaren zeer actief in geweest, tot ver over de bekendheidsgrenzen van MAVO Koningshof heen, laat ik dat even bijzeggen. Ik hoop van harte dat het gemak waarmee je althans uiterlijk afscheid aan het nemen bent, dat zich dat ook zal weten te vertalen in een innerlijke rust. Niet dat je nu iemand bent die voortdurend zeer gespannen rondloopt of nadenkt over de toekomst. Maar ik weet dat je aan de ene kant rationeel heel goed naar dit moment aan het toeleven was. En ik ben er bijna zeker van dat dat emotioneel, of dat dat in balans blijven, nog niet zo simpel is. Dus ik kan alleen maar hopen dat gegeven ook je ambities, je perspectief, je hobby's niet mis te verstaan, want waar de dokters wat hij mij verteld heeft over de assistentieactiviteiten in jullie richting, ik complimenteer jullie daarmee. Ik mag hopen dat hij nog langdurig zijn twee rechterhanden houdt, want daar zullen jullie veel figuurlijk geld mee verdienen. Dat staat op een paal. Ik wens jullie beiden alle goeds voor de toekomst. Dank dat je hem zo lang aan ons hebt willen uitlenen. Zelfs dat je
in staat gebleken bent om een Amsterdammer en mij vanuit het zuiden, welk generaliteitsland dan ook, dat doet er verder niet zoveel toe. We hebben toch altijd een bepaalde gedachte bij Amsterdam. Het is in ieder geval ver weg. En er gebeuren ook veel rare dingen. Je hebt een betere Amsterdammer hier bij ons neergezet. Dat heeft grote aantrekking gehad, heb ik me door oud-collega's laten vertellen op Maven Koningshof. Dus uiteindelijk hebben wij daar goede vruchten van geplukt. En tenslotte neem je hem in goede doen ook weer mee. Buitengewoon, dank. Ik hoop dat we jullie nog bij tijd en wijle, bij gelegenheid moet ik zeggen, als het zich zo voordoet een keer op school mogen ontvangen. En mensen jullie, en jullie allemaal natuurlijk, inclusief de komende generatie, alle goeds voor de toekomst. We willen dat onderstrepen vanuit de school met een cadeau. En Wiel en ik zullen dat samen aan. Ja, oké. Dit is het cadeau, hoewel het is een min of meer symbolisch cadeau. Je kunt er allemaal mee doen hoor, maar het is ook symbolisch, want het eigenlijke cadeau wat we bedoeld hadden, dat is blijkbaar zo exclusief dat ze dat niet op voorraad hebben, dat het dus ver weg besteld moet worden en dat het dus nog onderweg is. Maar als je dit uitpakt, dan weet je in ieder geval in welke richting dat wij het cadeau gezocht hebben. Dus ik wil jou dit in ieder geval namens de school aanbieden. En die zal daar. Docenten kent. Dat is mij, ondanks jaren ouderraad, ook niet gelukt. Zeker na de fusie verschenen er een hoop nieuwe gezichten en namen. Beetje bij beetje komt daar weer lijn in. Namen en gezichten horen steeds meer bij elkaar. Zo maakte ik op de tafeltjesavond van de brugklassen in november kennis met de heer Ad Volkenrijk. Op de vergadering van de ouderraad, precies een week later, vernam ik dat Ad in december afscheid zou gaan nemen. Als voorzitter van de Oude Raad sta ik hier nu voor de taak het afscheidswoordje te houden. Goed beschouwd voel ik me nu net een Sinterklaas die een voor hem onbekend kind moet toes gaan spreken. Maar goed, Sinterklaas duurt zijn luister en speurt Pieter erop uit en leest vervolgens voor uit het grote boek. Daarom heb ik nu ook maar een groot boek meegenomen om daarin voor te lezen. Ad Volkenrijk vindt dat de tijd nu is gekomen om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Daarom zijn we hier nu verzameld voor een feestelijk afscheid. Er is een wereld van verschil tussen de tijd van komen en de tijd van gaan. Nu, in 1998, is het Sondervik College locatie Locht, een grote school waar het wemelt van leerlingen en docenten. Toen, 30 jaar geleden, was Ad een van de eerste leken tussen de nonnetjes om een handvol meiden onderwijs te geven. Een jonge, ras Amsterdammer tussen het vrouwenvolk. Het vak Nederlands was een pakje aan. Met veel toewijding en geduld werden de leerlingen gedoseerd. En als zij de klok hoorden luiden, maar niet wisten waar de kleding ging, kwam er extra oefenmateriaal aan te pas. Immers, oefening baart kunst. Dat gold steeds voor Ad. Ook voor het schrijven van een opstel. Dit diende nogal corpulent te zijn. Het nakijkwerk vergde dan extra veel werk. Maar ja, zo leerden de leerlingen er wat van.
Het aantal opstellen dat Ad in de loop der jaren heeft nagekeken is volgens de speurpieten immens. De gedreven onderwijsman met hart voor zijn leerlingen en hun ouders was vanzelfsprekend geliefd bij de leerlingen. Ad was bij zijn collega's ook zeer gerespecteerd en zijn mening over tal van zaken werd als belangrijk beschouwd. Bij buitenschoolse activiteiten, zoals toneel en het cabaret bij de diploma-uitreikingen, droeg Ad zijn steentje, liever gezegd kei, steeds bij. Na een moeilijke periode werd het aantal lesuren verminderd en ontwaakte de remediekop teacher in Ad. Met dezelfde gedrevenheid werden kinderen met leermoeilijkheden geholpen en gestimuleerd op weg naar het MAVO-diploma. Moeite nog tijd werd gespaard. Nu Ad ervoor gekozen heeft om een punt achter zijn loopbaan te zetten, zal die gedrevenheid zeker gestopt worden in de naaste omgeving. Het eigen landgoed aan de bosrand in Westerhoven is immers zijn lust en zijn leven. Het is vast goed toeverdaan. Immers, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Zeker als er geregeld schatten van kleinkinderen rondlopen. Namens alle ouders wil ik je daar nog vele mooie jaren toe wensen met alle die je dierbaar zijn. En je tevens namens generaties ouders bedanken voor de inzet voor onze kinderen hier op de locht. Een bloemetje en een cadeauboos zijn zeker op zijn plaats. Ik dacht eerst dat cadeau. Ik sta hier vanmiddag namens de leerlingen. Eigenlijk zou ik hier niet moeten staan, want het zijn de leerlingen van de MAVO die bij onze leerlingen aan zitten. Ze zijn op dit moment hard aan het zoeken op de schoolonderzoeken die zij aan het maken zijn. Dus ik heb ze even gevraagd wat zij dachten van u en hoe zij u vonden. Om toch maar even iets te kunnen zeggen over terug. Wat mij daarin opviel. Wat zouden ze u allemaal beschrijven als iemand die altijd een glimlach heeft en altijd voor iedereen klaar staat? Dus ik kon altijd bij u terecht, voor advies, voor hulp. En ze hebben daar heel erg veel aan gehad. Ik heb weinig toe te voegen aan de woorden, de prachtige woorden die Henk pas spreekt. In het mededelingenblad en in het weeknieuws heeft gezet, de leerlingen ondersteunen die van harte. Ze zijn ontzettend blij dat al die leerlingen zoveel jaren les van u hebben mogen hebben. De mensen die nu bezig zijn met de schoolonderzoeken hebben ontzettend veel gehad aan uw steun. Wij danken u daarvoor en willen u nog eventjes een bloemetje overhandigen. Sommige mensen hier zullen hebben gezien dat het bloemetje net aangekomen is. Het komt niet omdat wij u vergeten waren. Maar net als u willen wij streven naar kwaliteit. Het werd net al genoemd, Henk van Doornmalen heeft in het Zondervik Weeknieuws en het Mededelingblad verhalen geschreven over Ad, de geschiedenis hier op school en wat hij daar allemaal van af weet. En hij heeft ook een heel groot gedeelte van die tijd meegemaakt. Alles. Hij zal nu als afdelings... Alles zelfs? Nou, dat denk ik toch niet. En namens het kernteam en namens de collega's van... Beste familie, er is natuurlijk een heel groot verschil tussen mij en de eerste twee sprekers. Ik heb een papiertje nodig, zij niet. Zij dragen een colbert. Ik dacht, Ad heeft dat niet.
Dus ik ook niet. Alleen ik ging een beetje de mist in, doordat ik dacht van, elke spreker voor mij, die houdt een historisch overzicht. Gelukkig deed de ouderencommissie dat. En ik dacht, jongen, daar ga ik de mist in. Dat ontbreekt dan. Want dat heb ik dus niet. Er is ook een heel groot verschil tussen spreken en schrijven. Schrijven zit je lekker rustig op een tafeltje. En spreken, dan zijn er allemaal mensen die aan zitten te kijken. Dat is een verschil. Maar goed, ik zal het toch doen. Ik heb het onderverdeeld in 3 onderdelen. Een praatje, een plaatje en een liedje. En ik begin uiteraard met een praatje. Een praatje is niet zo lang, maar dat hoeft toch niet. En dat praatje, daar heb ik het over Ad, als persoon. Over Ad zijn nukken. En over het hiernamaals. Maar het is allemaal niet zo dramatisch zoals hij nu denkt. Zal maar bij Ad beginnen. Ad die neemt na 30 jaar afscheid van ons. En ikzelf en 2 andere collega's, die hebben hem hier nog zien komen. Hebben hem hier zien werken. En nemen ook, die 3 nemen ook nu afscheid van hem. Dus 3 die er waren die er was. En die er nu nog zijn terwijl je weggaat. Met een klein beetje jaloezie in mijn hart ga je weg, maar ik gun het je toch van harte. 59 jaar jong en ons nu al verlaten, dat overkomt in de nabije toekomst niemand meer. Maar je hebt wel al een aantal jaren kunnen oefenen, zodat je niet geheel en al nu in het luchtleven terechtkomt. Ad zijn nukken. Het is niet wat jullie verwachten. Er zijn andere nukken die ik bedoel. Want Ad heeft wel een hele korte en krachtige naam, maar zijn vrouw en dochters moeten het met een heel andere naam doen. Ze zijn alle hier aanwezig om van dit moment te genieten. Op de eerste plaats natuurlijk de hoofdnukken. De grote steun en toeverlaat die nukken. Zij zal blij zijn dat je voortaan alleen nog maar op je fiets stapt om lekker er samen op uit te trekken en niet in alle vroegte, in alle vroegte hier naar school te gaan. Geniet er samen nog heel veel jaren mee. Ervan. Waar je naartoe gaat in Europa met je camper, maar zeker altijd op de fiets. Dan zijn er nog overige nukkes. Wie nukken? Marieke. En Hal nukken. Die zullen ook allemaal min of meer blij zijn. Want als opa en als huisklusser kun je je aardig verdienstig maken. Ad en het hiernamaals. Ja, hoe ziet het hiernamaals eruit? Niemand weet dat zeker. Maar Ad, die heeft er wel zijn eigen invulling aan. Lekker uitslapen. Goed ontbijtje, krantje, kopje koffie en dan de dag een andere invulling geven. Bij je kinderen in huis zagen en timmeren of een muurtje bouwen, dat is allemaal helemaal geen probleem meer. Je hoeft nergens geen afspraak meer mee te maken, met je werk tenminste. Tijd genoeg. En dan je kleinkinderen. Wat is dat genieten? Ad heeft er zelfs een aantal jaren geleden een videocamera voor gekocht. En die verwendt ze ook nog, die kinderen. Ad, hoe deed je dat vroeger met je eigen kinderen? Grijs verleden. Oké, kinderen weten dat alles van. Ik wou het hierbij laten met mijn praatje. Ik verwend ze nog. Prima, maar niet op die leeftijd. Nu het plaatje. Kan zo meteen. Ik ben dus in het archief gedoken en uiteraard omdat ik al die jaren ontzettend veel foto's heb gemaakt, was het niet zo moeilijk om een aantal foto's bij elkaar te zoeken. Nou, ik heb ze op een scherm gezet in een presentatie. Ik hoop dat er allemaal goed uitkomt. Ik heb niet vergeleken van vroeger en nu, maar met nu en vroeger. Ik zal er wat commentaar bij geven, want ik denk dat er een aantal mensen die plaatjes goed herkennen.
En voor sommigen, en voor hun is het dus een nostalgie. En voor anderen die denken van, goh, was dat nou alles? Maar oordeel zelf. Rian? Oh, het begin. Geel, hè? En groen. Ja. Moet iets schijnen. Nou, je ziet 1969. Het kleurrijke logo van nu. Tegen de stemmige groen van wat geweest is. Dit is extra lang in beeld natuurlijk. De jaren 80, waarin dat gebouw nog stond. En nu ook nog, dit is het begin jaren 60. Wellicht nog geen E3, wellicht nog niks. De toegangspoort, zoals we nu zijn met slagbomen. Het vriendelijke, uitnodigende poortje van weleer, Koningshof. Het bouwterrein, zoals er op dit moment bij ligt. Je ziet het torentje daarachter. En dit riante blik, deze riante blik hadden we vroeger. Grasvelden en een ruim, wat is dit? Parkeerplaats. Wat was het? Een beeldtuin. Exact dezelfde plaats. Ook hier extra lang nog genieten. Waar hangt dat? Een verzameling, een hele grote groep collega's. Nu een klein groepje. Met altijd midden. En wie? Huidige collega's, er zijn de drie collega's die er toen waren. Jan Heesbeen, Wie Kolen en dit persoontje. Maar ik heb ze ook in 1969. Toen zagen ze zo uit. En alles erop lopen. Heel wat jaartjes, jongen. Dit waren collega's in jouw tijd. Wie is dat? Frits. Frans. Die zijn iets later gekomen. Ja. Toon. Mooi. Deze was wel heel veel later, maar jij hebt hem een keer op laten draaien. Hij had toen een klein snorretje. Ja. Ik heb hier nog een overzicht in Berlijn in 1980. Ik heb het er maar bij gezet op de jaargetallen. Dan is dat wel duidelijk. De muur, als geschiedenisleraar toen, bijzonder belangstelling. Had zingt en speelt de deel in de afgelopen jaren. Ken je dat nog? Ja, Koortje. Typische houding van dat. Met de armen zo gespreid. Dat is een termoe. Diploma uitreiking. Oh ja, ik hoef het niet te zeggen, ik heb het erbij gezet. Die is ook leuk. 25 jaar Koningshof. Klasse, dat moet eigenlijk de N-weg hoor. Klasse, in die tijd, hè? In die tijd. Ja, voetbal. Voetbalteam, die Frits Appelslink zo. Ja. Sponsortocht. Je ziet, hij begint al meer te lijken op de persoon die er nu is. Typisch Adzo, aan de schaatsbaan. En nu de laatste. Nou, klopt. Adzo, zoals hij nu is. Dat had in de 70e jaren. Ja. En toen hij hier op school kwam. Schitterend. Goed getimed. Perfect. Hier wil ik bij laten met het praatje hebben we nu gehad. Het plaatje. Nu het liedje. Cor en Peter die hebben een briefje of een liedje van jou. Het zal het laatste liedje zijn vandaag en ik denk dat in elk liedje wel hetzelfde praatje weer terugkomt. Net in alle toespraken. Maar het is niet anders. En die? Ja,
jaar op zijn land. Dat land waar zijn huis kwam te staan. Daar heeft hij voor altijd zijn hart aan verband. Dat land doet zijn hart nu snel slaan. De hoofdstad was voor onze Ad veel te groot. Het zuiden dat trok hem wel aan. De Kempen wierp hem toen een huis in de schoot. Op Koningshof kreeg hij een baan. Zijn leven is goed in ons Brabantse land. Dat land waar zijn huis kwam te staan. Daar heeft hij voor altijd zijn hart aan verwant. Dat land doet zijn hart nu sneller slaan. Het wethouderschap nam hij ook even mee. En dorpen lachen na aan het hart. Zijn gei lijkt steeds meer op een Brabantse gei. Het halloe klonk ook wel apart. Zijn leven is goed in ons Brabantse land. Dat land waar zijn huis kwam te staan. Daar heeft hij voor altijd zijn hart aan verpand. Dat land doet zijn hart nu sneller slaan. De talrijke lessen werden hem te zwaar. De rug kon het steeds minder aan. Een teruggang in lessen en Ad stond weer klaar. Bedankt, want daardoor kreeg ik een baan. Het leven is goed in ons Brabantse land. Dat land waar zijn huis kwam te staan. Daar heeft hij voor altijd zijn hart aan verband. Dat land doet zijn hart nu sneller slaan. De fusie bracht konings op de nekslag. Ad vond het soms iets te massaal. Echt deed het overleggen met Hoepen en de crew. Hij sprak zelfs de psychologe taal. Zijn leven is goed in ons Brabantse land. Dat land waar zijn huis kwam te staan. Daar heeft hij voor altijd zijn hart aan verband. Dat land doet zijn hart nu sneller slaan. Nu denkt hij wanneer is hij klaar met zijn verhaal. Belangstelling, daar hou ik niet van. Hier volgt de conclusie in heldere taal. Je bent een geweldige man. Dat land waar zijn huis kwam te staan. Daar heeft hij voor altijd zijn hart aan verband. Dat land doet zijn hart sneller slaan. Ik heb dat op de CD staan. Dus kun je meenemen, kun je nog een tijdje. Of een van de. Of een van de kinderen. Ja, dat is wel leuk. 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 Ja, dat is wel leuk.
Dat is heel lastig. Goed, wij gaan verder met het programma. Terwijl er ondertussen nog uitgeserveerd wordt, dat kan gewoon doorgaan natuurlijk. Geef ik nou het woord aan Chantal namens de personeelsvereniging. Ik kreeg om dit jaar namens de personeelsvereniging aan te bieden. Ik wens je uitzonderlijk veel geluk en veel plezier in je nieuwe leven na de school. Chantal, even wachten. Even wachten. De collega's uit de sectie Nederland hebben nu de, in ieder geval een kiel gesmeerd, dus die kunnen nou het niet ten gehoor brengen. Dus ik nodig hen uit om hier te staan. Thank you.
maandenlang naar uitgekeken. Kapot door en stond je helemaal niet aan. Dus ben je naar het zuiden uitgeweken. In Veldhoven vond je een nieuwe baan. Je startte bij de kleinste jeugd. Nu deed je wel meer deugd. Bij Dolle gaf je Nederlandse les. Dat snorretje was wel erg gaaf. Dat waren toen die bij de raaf. Ja, toen was Adje werkelijk op zijn nest. Allemaal, ja. Het is weer zo'n 30 jaar geleden. Dat Adje naar het mooie Brabant kwam. Ja, de jaren zijn al zo voorbij gebleven. Nu met de rug zegt, neem het er maar van. Je gaf dit is een idioom aan velen. Dat bracht wel veel correctie met zich mee. Die luistertoetsen gingen soms vervelen. De spreekbeurten die waren wel oké. Je stond als perlenboer op het deel. Vaak heb je cabaret gespeeld. Stond op de foto met je bloed op. Onthoud van ons vooral één ding. Het is allemaal herinnering. Nu jij op zonder fik als leraar stond. Het is weer voorbij zo'n jaar geleden. Dat had je maar. Wethouder je mannetje staat. Bij de tennisclub stond je voorop. Je was een voorzitter op en top. En het sloeg de ballen toen met veel plezier. Onthoud van ons vooral een ding. Het is allemaal herinnering. Nu heb je tijd voor al je hobby's hier. De romslomp van de lessen zit erop. Met camper weg naar Nederland, of wandelen door het Himmelsland, of je gaat stappen in je kleine schuit. Onthoud van ons vooral één ding, is allemaal herinnering. De toekomst ziet er voor jou zonnig uit. Thank you.
zeggen, beste mensen, je snapt best dat ik een paar aantekeningetjes op papier heb gezet. Want als ik het uit mijn hoofd zou moeten doen, dan weet ik zeker, dan vergeet ik iets. Dus, beste mensen en mensjes. Tja, daar sta ik dan. Ik moet zeggen, en dat zul je ook wel begrijpen, met toch nog wel gemengde gevoelens hoor. Opluchting, een beetje gespannen, een beetje geëmotioneerd ook wel, uiteraard. 30 jaar, het is niet niks. Ik moet eerlijk ook meteen zeggen aan het begin, mijn oren tuiten een beetje van al die loftuitingen die ik over me heen gekregen heb. Ik heb toch gewoon mijn werk gedaan. Maar goed, ik proefde wel dat het erg gemeend overkwam en dat heb ik ook zo ervaren en daar ben ik toch wel blij mee, dat zeg ik ook wel eerlijk. Niemand is natuurlijk zoiets vreemd, het is wel prettig om eens een keer op deze manier iets te horen. Bedankt, aan het begin zeg ik dan meteen, maar anders vergeet ik dat, bedankt voor al die geweldig mooie woorden en die mooie cadeaus. En de bonnen die ik besteden kan, zoals ik die wil besteden, met boeken, reisboeken, enzovoort, enzovoort. Dat komt vast en zeker. Vandaag begin ik dan, hoe moet ik dat noemen, met fase 3 in mijn leven. Die andere twee kun je zelf wel invullen. Misschien is het zelfs de vierde fase. Ik kan natuurlijk een hele opsomming geven, maar die is wel uit allerlei woorden en liedjes naar voren gekomen. Hoe dat allemaal, die 30 jaar hier en elders, een paar jaar in het onderwijs enzovoort enzovoort. Ik heb ze een beetje opgeteld. Ik ben ongeveer 40 jaar bezig geweest met werken in mijn leven. Waarvan wel het grootste deel in het onderwijs, maar ik heb ook nog een jaar of wat op handelskantoren gewerkt. En kleine 2 jaar militaire dienst. Misschien is dat mijn redding er wel allemaal geweest. Dat ik ook eens een beetje gekeken heb buiten dat wereldje van het onderwijs. Want iedereen weet dat wel. Als ze daar te veel in verdiept zijn, dan zie je op een gegeven moment alleen maar oogkleppen. Maar goed. Ik heb wat herinneringen. In willekeurige volgorde. Ik zie mij nog beginnen. Ik zeg het zomaar figuurlijk. Als jong onderwijzertje, net geslaagd. Ik begon in de tweede klas, dat heet nou tegenwoordig groep 4. En daar stond je dan. Ik heb misschien daar het klappen van de zweep wel geleerd, dat weet ik niet. Ik vermoed van wel. Een paar jaar die lagere school, hier niet zo ver vandaan. Burgemeester van Hooflaan. Het is nou zelfs weer een vleugel van het Sondervik College. Wist ik ook niet toen, maar... ik weet nog goed... Na die paar jaar basisschool stond ik, nadat ik gesolliciteerd had, en ze kwamen me toen nog keuren hoe je les gaf. Ik zie ze nog komen, oude directeur meneer Brands, Karel Brands, en onze geachte Im. Je mocht niet zeggen zuster Immaculade, je moest zeggen Im. En die kwamen keuren hoe ik het deed. Het zal wel goed bevallen zijn, want ik werd aangenomen. Heel lang meisjesmavo geweest. Moet je eens voorstellen, nou in deze tijd, meisjesmavo. Het was toch wel een gezellige tijd en je kon veel met die meiden doen. Internaat. ik wist dat er een paar van die mensen tussen ons zaten die dat meteen verkeerd oppakten. Dat internaat wil ik toch ook nog even aanstippen. Je hebt het misschien op een paar foto's van Henk gezien. Henk, bedankt, want het was echt... Er kwamen weer wat herinneringen boven. Je stond er als jong leraartje inderdaad met een stropdas. En die meiden van het internaat zeker, die waren op die jonge collega's toen... niet verliefd hoor, want ik was al keurig getrouwd, dochters thuis enzovoort. Maar... ik herinner me toch nog wel dat er een van die meiden een stuk van je stropdas afknipte en dat in die agenda plakte. Dat komt er nu nog eens op. Ik weet nog wel, en Toon is er geloof ik nog, dat we samen, was het nou 1 of 2 jaar ingetreden? 2 jaar ingetreden zijn. We zaten namelijk samen een apart schooltje te vormen, wat nou het congrescentrum is.
Maar we zaten toen in twee aparte lokalen daar en we vormden een eigen schooltje. We hadden met niemand wat te maken, alleen de leerlingen kwamen af en toe eens een lesje draaien. Ja, van in totaal 40 minuten, 35 minuten, want ze hadden veel tijd nodig hoor, om van daar naartoe te lopen. Dat snapte je wel. Maar het was toch wel gezellig. Alleen in de pauzes zagen we wat collega's daar, voor de rest. Maar dat is een leuke herinnering, moet ik zeggen. Hè? In die tijd, 30 jaar, heb ik 6 directeuren versleten. Reken het gemiddelde zelf maar uit. Is het zo'n zwaar beroep? Kijk Wiel maar even aan. Maar goed. Wat me ook te binnen schiet, ik vertel het vooral tegen de jongere collega's. In die tijd waren we nog zo enthousiast dat we ons eigen lokaal schilderden. We kregen wel de verf van de directeur, maar we mochten het zelf schilderen. En in de vakantie. En in de vakantie. En Tineke die stikte dan gordijntjes voor het raam naar de gang toe. En ook in de vakantie was het, geloof ik Henk, dat we die gymzaal met die geluidswerelde platen bekleed hebben. Steiger zelf gebouwd en zo. Kom er nou nog eens om, jongere collega's. Ik vond ook een moment wat me te binnen schoot, het moment dat een oud leerling op de open dag kwam of daaromtrent en dan haar, want het was natuurlijk een haar zoon of dochter, daar ben ik kwijt, kwam aanmelden en dat mijn eerste reactie was, oh god, nou word je toch wel oud jongen. Oud leerling die een zoon of dochter kwam aanmelden. Over oud-leerlingen gesproken, ik zal niet al te veel namen noemen, maar de een wordt jazzzangeres. Insiders weten wel wie ik dan bedoel, Laura Vici. Die heb ik dus ook nog lesgegeven, ja. Een andere oud-leerling wordt een collega. Maar Josinde is er niet, die zie ik dan. Die heeft zieke kinderen thuis, heeft ze al tegen me gezegd. Die heb ik dan nog iets dringender, als Peter zei, mogen benoemen. Ik weet niet of ze er nog steeds dankbaar voor is, maar. Ik heb dus, dat schilder ik wel eventjes zo willekeurig, in welke willekeurige volgorde, nogal wat veranderingen meegemaakt. Ook de laatste tijd, ook die fusie. Ik stel het maar als vraag of het ook verbeteringen waren. En dan, ja, vroegen al een tijd lang collega's aan mij, waarom stop je nou eigenlijk? Ja, nou, de ouderen kunnen dat zo invullen. Tig redenen. Je kunt ze allemaal zelf invullen. Maar ik noemde nog maar een paar voor alle zekerheid. Ik vond dat ik op dit moment de leerlingen lang genoeg van de straat heb gehouden. Anderen nemen die taak maar over, want zo heb ik het altijd gezegd. En zo is het in feite, we houden ze van de straat op een zo zinvol mogelijke manier. Ik vond dat het mooi genoeg geweest is. Ik voelde me intussen al, en de ouderen, hè, Jan en Louis en Henk kunnen dat beamen. Je hoort onderhand tot het meubilair en dat moet af en toe eens vernieuwd worden. Belangrijkste, nee, niet de belangrijkste, maar een van de belangrijkste redenen is, ik las dat een of andere malotige commissie 1999 bestemd heeft tot het jaar van de ouderen. Er werden termen in dat berichtje gehanteerd van vitaal grijs en zo, en toen voelde ik me zo aangesproken, ik denk dat ik het daar niet op in. Dat doe ik. Ook een belangrijke reden is, en insiders weten dat intussen, ja, ik heb niets met computers en ik zie het al om me afkomen. Ik ben en ik blijf digi-nul. Is goed. Daar wens ik ook niet meer in te duiken. Nog een reden dat ik bedacht heb is, ja, de gemiddelde leeftijd, kijk om u heen, is al zo hoog bij ons team. Het moet nodig wat ouderen vervangen worden door jongeren. Dus ik werk een beetje mee aan het verlagen van de gemiddelde leeftijd in het korps. Nee, de echte reden wil ik nou onthullen. En dan moet ik even mijn dochters aankijken. Toen jullie jong waren,
en zo'n bedweterig vader thuis hadden. Ik zeg dan altijd wel eens spottend, ja, hadden jullie maar niet een vader moeten kiezen die leraar was. Maar toen bestond dat fenomeen van ouderschapsverlof niet. Ik had het moeten nemen. Maar ik haal het nou in. Ik ga met grootouderschapsverlof. Ik hoop dat die kleintjes dat wel leuk vinden. Ik denk het wel. Ik ga dus nu verder met Tineke mijn steun en toeverlaat. Ik moet zeggen, zonder... Nou, zonder jou had ik het niet gered. We doen het al nou, ruim 35 jaar samen, de rest zal ook lukken. Ik dank alle collega's voor alle vriendschap, voor alle collegialiteit. Komen jullie nog eens een keer fietsend of met de auto de Wester over, de koffie is bruin. Altijd in voor een buurtje. Ik wens jullie allemaal en de school veel succes. Ik stopte vandaag mee. Je hebt het aan het begin van mij horen zeggen, gemengde gevoelens, dat merk je ook. Ik schaam me daar niet voor. Het gaat jullie allemaal goed. Veel gezondheid de komende jaren. Lang leven. Dank je wel. De bar is nog steeds open, dus je kunt rustig blijven. Thank you.